Ik denk dat we iets relatief eenvoudig, een schip dat passagiers vervoert van A naar B, met een innovatieve technologie hebben gecombineerd. En dat spreekt aan. De duurzaamheid van de hydrofiel is dus waterstof. Het feit dat men diesel gaat gaan vervangen door waterstof die op een groene manier geproduceerd wordt. Er waren twee andere heel sterke kandidaten. En dat wij winnen tegen die twee kandidaten, dat maakt ons bijzonder blij, bijzonder fier. We zijn nu al bezig met de tweede stap, het ontwikkelen van een veel grotere motor. Om uiteindelijk hopelijk te kunnen landen, ooit binnen een paar jaar, van onze hoofdmotor op waterstof te kunnen doen varen. Waterstof heeft enorm veel potentieel.